En dan nu... Hallo kijkers, aanstaande zondag 5 juni organiseert Breaking the Silence, een werkgroep van COC Nijmegen, hier in het Goffertpark, een veelkleurige picknick. Een multiculturele picknick. En dat wil zeggen dat er vanuit heel veel verschillende culturen samen gegeten wordt en met elkaar contact gelegd wordt. En dat er ook nog allerlei muziek en eventueel theatergebeurens zullen plaatsvinden hier in dit park en in het openluchttheater op de achtergrond. Zo'n multiculturele dag is eigenlijk een beetje raar, want het hele jaar door zou het multicultureel moeten zijn. We leven per slot van rekening in een samenleving met heel veel verschillende mensen. Dus, als we nu afspreken dat we het hele jaar door multicultureel doen, dan hoeven we niet meer veelkleurige picknicken te organiseren. Maar, omdat het hele jaar door multicultureel doen natuurlijk ook erg moeilijk is, heb ik bedacht dat we dan maar één keer per jaar racismedag moeten doen. We gaan elkaar één dag per jaar uitschelden voor kut Marokkaan en homo. En daar laten we het bij. De rest van de 365 dagen doen we dat dus niet meer. Denk er maar eens even over na. En zorg ervoor dat er 364 multiculturele dagen per jaar zijn. Veel plezier zondag op de picknick. Vergeet het dekentje niet. Het gras is niet echt groen meer te noemen hier. Maar gele kleur doet het ook wel goed zondag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Suggesties voor de datum voor Racismedag kunt u opsturen naar redactie@nijmegen1tv.nu.